Goedemorgen, het wordt een wisselvallige dag vandaag met flink wat buien. De regen van gisteren die is naar het oosten weggetrokken en vanochtend hebben we dan te maken met een paar stevige buien. In het tweede deel van de ochtend is het wel overwegend droog en komt de zon ook tevoorschijn. De temperatuur ligt dan zo tussen de 5 en de 6 graden. Vanmiddag laait de buienactiviteit weer op en dan kunnen er stevige buien vallen met kans op hagel en onweer. Het is dan 7 tot 8 graden maar in een bui kan de temperatuur flink onderuit gaan. Staat een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Vanavond daalt de temperatuur naar zo'n 2 tot 3 graden en ook dan vallen er nog een aantal buien. Misschien dat het vannacht hier en daar wel wat wit gaat worden in het zuidoosten van het land als de temperatuur dan uitkomt rond het vriespunt. Ook morgen weer een aantal buien. In de middag is het waarschijnlijk wat droger. Er staat morgen een matige westenwind en het wordt een graad of 6 tot 8. De dagen na blijft het ronduit wisselvallig met maxima rond de 5 of 6 graden. Er vallen ook nog een aantal winterse buien. Mogelijk dat er vrijdag zelfs enige tijd sneeuw valt. Die sneeuw die gaat dan wel weer over in regen. Temperaturen zoals gezegd rond de 5 à 6 graden. En in de nachten kan het licht vriezen. En dat betekent dat de ochtenden hier en daar wat glad verlopen. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza.